Welkom bij een gloednieuwe aflevering van Guess Who. Het spel waarbij de spelers aan de hand van 6 aanwijzingen één specifieke speler moeten raden. Hebben ze het goed, dan krijgen ze een punt. Vandaag zijn we hier met de jonkies. Kian, Fitz, Jim, Juri en Geer. Zijn jullie een beetje fanatiek? Met dit soort spelletjes? Ja. Ik wil winnen vandaag. Ja? Jij? Alles draait om winnen altijd. Oké, nou lekker. Ja, we gaan het zien. Schud elkaar maar de hand en dan kunnen we direct gaan beginnen. Speler nummer 1, aanwijzing nummer 1. In zijn geboortejaar won AC Milan de Champions League. Direct jullie voetbalkennis testen ook. Nee, niks beweegt? Nee, ik zou het niet weten. Het zou iedereen kunnen zijn. Ja, het zou iedereen kunnen zijn. Weet jullie wanneer AC Milan de Champions League won? Nee. Nee, aan mijn hoofd. Nee. Hij woont op de Zuidas. Poeh, dat zijn er veel. Ik weet wel weer niet. Nu beginnen ze om te vallen. Zijn grote voorbeeld is Cristiano Ronaldo. Ik weet het al, denk ik. Nu al? Ik ga gewoon gokken. Ja? Ja, ik ga gewoon gokken. Ja, bravoer. Ja. Houden we van. Ga je mee of ga je... Nee, hij mag van mij gokken. Ja. Ja, zeg het maar, Jan. Rasmussen. Dat klopt. Dat klopt. Hoe wist je dat zo? Zuidas en ja, Ronaldo. Ja, praat hij veel voor Ronaldo? Nee, ik weet wel dat zijn voorbeeld is. Ja? Ja. 1-0 voor Kian. Gaan we direct door met speler nummer 2. Is wel een lekkere binnenkomer. Ja, zeker wel, ja. Hardlopers zijn doodlopers. Sorry? Oeh. Sorry? Hardlopers zijn doodlopers. Ik sta wel 1-0 voor. Dat zijn uitspraken. Speler nummer 2, aanwijzing nummer 1. In zijn geboortejaar werd Rafael van der Vaart clubtopscorer van Ajax. In zijn geboortejaar, dan kan ik al een paar spelers wegdoen. Nee, ik ga niks wegdoen. Ja. Oké. Okay. Hij maakte zijn eredivisie debuut in de basis. Ik ga gokken. Wat is dit? Ja, dan moet ik ook gokken, hè. Kan het ook fout hebben? Ik denk dat het niet die oudere mensen zijn. Dat kan niet. Ik vind het vrij riskant van jouw kant. Maar het toont ook wel lef, natuurlijk. Ja, ik bezijk een beetje onder de druk hier. ik merk het. Ja, ik laat het hierbij. Je laat het hierbij? Ja. Juri, zeg het maar. Ik denk dat ik het zelf ben. Dat klopt, je bent het zelf. Ja. Meer aanwijzingen waren in zijn eerste seizoen bij Ajax was hij direct aanvoerder. Dat was in de jeugd. Hij scoorde ooit met een omhaal. Dat was tegen Valencia in de Youth League. Ja. Toen maakte hij ook een hat-trick. Ja, dat klopt. Jouw pa was eveneens een profvoetballer. Echt? Ja. Veel mensen. Ja, hij heeft prof gespeeld toen. Ja, dat is toch profvoetballer? Ja. Hij heeft enkele wedstrijden bij Telstar in profvoetbal gespeeld. Ja. En hij speelde bij dezelfde amateurclub als Maarten Stekelenburg. Hoe voelt het om beter te zijn dan je pa in voetbal? Of is dat zo? Ja, veel mensen zeggen van wel bijna iedereen, maar daar ben ik zelf niet echt mee bezig. Gaan we verder. Stand is 1-1. Spannend wel. We zijn wel direct goed begonnen. Speler nummer 3, aanwijzing nummer 1. In zijn geboortejaar tekent Ronaldinho bij FC Barcelona. Kijk, die ouderen kunnen gewoon maar weg. Ja, laat iedereen staan. Ja. Hij werd vorig jaar landskampioen. Ja. Dat is gewoon een goede aanwijzing. Oh, maar als je bij Jong Ajax speelt, dan ben je geen landskampioen geworden, toch? Nee. Nee, dus... nee, als ze geen kampioen zijn geworden, niet, nee. Oh, shit. Dus ook als ze bij een andere club landskampioen zijn geworden? Ja, tuurlijk. Oh. Oh. Hey. Ja, nee, ik tikte jou weg. Gaan we verder. Hij speelde samen met Marek Hamšík. Ja, ik weet hem. Ik heb hem ook 100% goed, dat is het ook. Weet je, ja. Oh, nee. Oh. Echt geen idee. Mag ik het zeggen? Ik heb een paar andere dingen. Nou, ga je mee of ga je niet mee? Of laat je hem raden? Hij weet al dat hij het goed heeft. Ik heb hem sowieso goed, Juri. Ja, maar ik ben even aan het kijken. Het kan ook een bluff zijn natuurlijk. Nee, ik heb hem echt gewoon gezet. Maar... Dit is echt geen bluff. Ja, dan moet je meegaan. All in. Maar mag ik wel als eerste raden? Nee, als hij het ook goed heeft, krijg je al een punt. Okay. Nee, ik weet het echt niet. Nee? Nee. Oké, nou zeg het maar. Kaplan. Ja, dat klopt. Ja. Kaplan? Oh, die heb ik al weggedaan. Hamšík speelt nog steeds daar al. Ja? Volg je het een beetje daar? Nee, maar Nagy speelt. Nagy speelt daar, precies. Trabzonspor. Hij werd vorig jaar landskampioen. Dat was Trabzonspor. Ja. Hij speelde samen met Marek Hamšík. Ik had hem al weggedaan bij vorig jaar met de landskampioen. Er was een fijne volgende aanwijzing gemist. Nationale sport in zijn land is olieworstelen. In Turkije. Oh. Wist je dat? Nee, had ik ook niet geweten. Hij speelde met het rugnummer waaronder meer Edgar Davids en Maxwell bij Ajax speelden.
13 toch. Sterk. En zijn achternaam betekent tijger. Kaplan, tegen wie zou je absoluut niet willen olieworstelen? Van het team? In ons team, denk ik met Kelvin. Ja, best. Jij? Ja, of Brobby. En een potje olieworstelen tegen elkaar? Wie wint? Nou, ik zou het liever niet willen doen, maar ik heb wel vertrouwen in mezelf. Het staat 2-1 voor Kian. We hebben nog 3 spelers te gaan. Heb je vertrouwen in dat je terugkomt? Tuurlijk, altijd. Oké, nou, let's go. Anders kan je eens goed stoppen. Zo is het maar net. Speler nummer 4, aanwijzing nummer 1. In zijn geboortejaar wint Roger Federer voor het eerst de Australian Open en US Open. Ik zou het niet weten. We gaan verder. Hij speelde in de jeugd van een Rotterdamse club. In de jeugd van een Rotterdamse club. Kan een profclub zijn, kan een amateurclub zijn? Ja. Oké, okay, sommige buitenlandse jongens wegklikken. Jorge Sanchez heeft het niet gedaan. De 4-1 overwinning van Ajax op Real Madrid in 2019 is zijn mooiste Ajax-herinnering. Zijn mooiste Ajax-herinnering? Geen idee. Oké, okay, hij maakte dit seizoen zijn debuut in Ajax 1. Oké, okay, oh, ja, ik weet okay. Hem, ik weet hem. We gaan, oh. Oh nee. Ja, ik weet hem al. Ja, ik weet hem, ik weet hem. Kunnen er 2 zijn, denk ik. Hij niet. Oh, wacht, hij heeft nog niet zijn debuut. Competitie of... Nee, is geen vraag. Dan moet de volgende vraag gesteld worden. Nee. Kijk, ik kan hem gewoon halen. Hij maakte dit seizoen zijn debuut in Ajax 1. Ik denk dat jij dezelfde 2 hebt. Ja, ik denk het ook. Hij brengt zijn vrije tijd graag door op het water. Ik moest hem gokken. Jongen, jongen. Ja, ik weet hem. Ik weet hem. Jullie weten hem allebei, hè? Dan zeg het maar. Aartsen, Olivier. Ook Aartsen. Kijken, verchecken. Nou, dat klopt allebei. Dat betekent dat de stand nu op... 3-2 is. Zijn jullie een keertje mee geweest op de boot? Met Olly? Ja. Niet met Olly, nee. Ik ben nog nooit uitgenodigd. We zijn nog niet uitgenodigd, precies wat hij zegt. Ik wacht erop, Olly. Okay, Olly, ja, je hoort het. Nodig ze een keertje uit. Is hartstikke gezellig. Federer vraag, wisten jullie niet, hè? Was in 2004. Ja, ik wist wel dat hij de US Open won, maar ik wist niet welk jaar. Zijn jullie tennisfans? Nee. Jawel. Jij wel? Ja. Ja? Federer of Nadal? Ja, nee, dat kan ik niet zeggen. Nee, okay. Federer of Nadal. Maar je eerste instinct was wel Federer, hè? Net. Ja, maar Nadal is momenteel voor mij ook... Allebei legends. Ja, precies. En je hebt ook Djokovic natuurlijk. De laatste aanwijzing zou zijn dat Jurrien Timber zijn grote voorbeeld is. We hebben nog 2 spelers. Stand is 3-2. Speler nummer 5, aanwijzing nummer 1. In zijn geboortejaar stonden Roberto Carlos, Ryan Giggs en Edgar Davids op de cover van FIFA. Oké, 1-2 doe ik alvast weg. Wat, de keepers? Ja. Toen bestond FIFA nog niet, denk ik. No offense. Nee, no offense. Nee. No offense. Maar toen bestonden er andere dingen. Tetris. Op de training slaat hij loopoefeningen liever over. Er kunnen er veel zijn. Ja. Sla jij ze liever over? Ik kan goed lopen, dus mij maakt het niet zo. Zou ik gewoon gokken? Nee. Ik zou hem misschien even afwachten. Ja, je mag okay. Vandaag gokken. Nee, ik mag wel. Ik heb wel meegezegd. Hij groeide op in een drukke straat en mocht daarom niet veel buiten spelen. Ik wil echt gokken. Moet je gokken? Nee, ik ga niet gokken, maar ik denk dat ik hem wel weet. Hij maakte zijn eredivisiedebuut als invaller voor Kenneth Taylor. Ja, ik weet het. Dit jaar? Dat weet ik niet. Gewoon als invaller van Kenneth Taylor. Ik ga hem gokken. Jij weet hem? Nee, ik weet hem niet. Anders had ik hem wel hierover. Mag ik gokken? Natuurlijk. Ik zelf. Ja, dat klopt. Ja, ik wist hem bij de tweede al. Hoezo mocht je niet buiten spelen? Ik woon echt op een drukke straat. Ik mocht nooit buiten spelen van mijn moeder. Mocht jij wel buiten spelen? Zandvoort, wel meer ruimte? Ja, ik was bijna alleen maar buiten vroeger. Voetbalveld. Een aantal andere aanwijzingen hadden we. Hij luistert voor de wedstrijd naar Drillrap om in de stemming te komen. En Hongkong is zijn favoriete stad. Ja, die had ik pas geweten, ja. Ja? Ja. Ja, maar dan, dat was ook de 6e aanwijzing. Ja, dat was echt voor de zekerheid. Ja. Heeft hij al gewonnen? De stand is 4-2. We hebben nog 1 speler te gaan. Het is, ik zou gewoon je best doen en wie weet haak je aan. Ja, eretreffer. Nog een mooie resultaat, ja precies, eretreffer. Tenzij jullie alles of niet willen spelen. Nee. Jawel, kom. Nee. Alles of niet. Nee? Gewoon voor 3 punten. Je bent voor die veilige overwinning? Ik ga heel veilig gewoon winnen. Jammer. Ja. Zwak. Okay. Zwak. Als je iets beter je best doet net. Laatste speler, speler nummer 6, aanwijzing nummer 1. Nou, geboortedag. Hij deelt zijn geboortedag met Ryan Babel en Karim Benzema. Moet je net weten. Karim Benzema? Ja. Weet je wel? Nee, ik weet het niet, maar ik weet wel dat
Benzema wat ouder is. Nee, maar geboortedag. Oh! Nee, dat mag toch niet? Geboortedag, ja, is toch hetzelfde? Ja, dag. Niet geboortedag. Ja, datum. Geen geboortedag. Sorry. Geen geboortedag. Mijn fout, mijn fout. Geen stress, geen stress. Dan weet ik hem niet. Geboortedag. Het is dat ik voorsta. Hij maakte op zijn 15e zijn debuut in het eerste elftal van zijn amateurclub. Ik denk wel dat ik hem niet weet, maar ga maar. Oké, we gaan verder. In zijn geboortejaar werd Dennis Bergkamp topscorer van Ajax. Geen idee. Maar... weet jullie wanneer dat was? Nee. Oké, gaan we verder. Zijn vader speelde 1 interland voor Oranje. Oké, wordt flink getikt. Hij speelde 222 minuten in de Premier League. Premier League. Ja, ik denk dat ik weet. 220 minuten. 222 minuten. Ja. In de Premier League. Maar hij heeft meer minuten gespeeld, denk ik. Maar ik laat hem nog wel staan. Laatste aanwijzing. Hij scoorde zijn eerste officiële Ajax goal in Portugal. Ja, ik weet het. Zeg het maar. Ik denk Berghuis. Ja, ik ook Berghuis. Ja, Berghuis. Nou, klopt allebei. Stand is 5-3. Kian heeft gewonnen. Ben je blij mee? Ik ben heel blij mee. Ja? Ik vind het gewoon leuk om te winnen. En vooral van Yuri. Ja. Tweede keer vandaag al. Tweede keer? Ja, op de training ook. Ja? Is een mooie dag vandaag nog voor jou. Zeker. Nou goed, nou, thanks. Vonden jullie het een beetje leuk? Tuurlijk, ja. Leuk spelletje. Ja, super. Nou, thanks voor het komen. Jullie thuis, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer bij een nieuwe aflevering van Guess Who. Wat een scheidgeluk.